Wat in de eerste vier wedstrijden niet lukte, gebeurde afgelopen vrijdag dan eindelijk wel. Op de Kalfroek won Jong AZ voor het eerst dit seizoen. Jong AZ wint met 3-2 van de koploper Go Ahead Eagles. Kijk, als je vier wedstrijden zonder overwinning hebt, dan ben je er toch wel een beetje tegenaan aan het hikken. En dan is het toch wel lekker als je dan van die één punt af bent en dat je naar de vier punten gaat. En aankomende vrijdag tegen RKC doorzetten. Ja, dat is lekker. Heeft even geduurd, ja. Maar de eerste drie punten zijn binnen, dus nu doorzetten dit. Jamie Jacobs met de 3-1. Jacobs en Reiner spelen dus hun wedstrijden bij Jong AZ, maar door de week trainen ze mee met het eerste elftal. En een definitieve plek in de selectie van John van der Brom is natuurlijk het ultieme doel. Ja, kijk, voor mij is het prachtig dat ik hier mee kan trainen tot nu toe iedere dag. En ik leer er hartstikke veel van met die jongens wat eerste. En ik ben blij dat ik meer wedstrijdjes bij Jong AZ kan spelen. Dus ik ga zo goed mogelijk spelen bij Jong AZ en dan hoop ik meer. Ik doe natuurlijk alles aan om bij de selectie te zitten, voor de wedstrijdselectie te zitten. En daar train ik hard voor. En dat moet ik ook laten zien in de wedstrijden die ik bij Jong AZ speel. Dus zoveel mogelijk laten zien, laten gelden. Waar Jamie Jacobs nog moet wachten op zijn officiële minuut in AZ1, maakte Tijani in de laatste wedstrijd van vorig seizoen wel als een debuut in de hoofdmacht. En Tijani Reinders, hij kwam over van PEC Zwolle. Ben je stiekem een beetje jaloers erop? Natuurlijk wel een klein beetje. Kijk, dat wil je ook, maar als ik het zelf goed doe, dan komt het vanzelf wel. Ja, Jamie is in potentie kan een hele goede speler worden. Veel loopvermogen, komt veel voor het doel, kan makkelijk scoren. Ik vroeg het net al aan hem, hij is stiekem een beetje jaloers op jou dat jij wel je debuut gemaakt hebt. Wanneer denk je dat hij zijn debuut gaat maken? Ik denk als hij dit ook zo doorzet dat het voor hem ook niet lang zou duren. Dus misschien wel aankomend seizoen ook, ja.